Vijvertje met Riet is een van de tuinen die bij de uitbreiding van eind jaren 50 is aangelegd en ontstaan vanuit een experiment met materialen. Het is een kleine en eenvoudige tuin die ondanks de vrij open ligging toch een aparte plek vormt. Vijvertje met Riet sluit aan op de verdiepte tuin en wordt aan de zijde van de aanwinstentuin begrensd door het reuzenriet. Het metershoge riet geeft beschutting aan de tuin die verder vooral bestaat uit terras en vijver. De tuin ligt op de zichtlijn vanuit verdiepte tuin over het middenterrein naar de gemengde border. De tuin is ontstaan vanuit een experiment met voorgevormde kunststof vijvers die begin jaren 60 op de markt kwamen. Een rechthoekige vijverbak van 2 bij 3 meter werd hier uitgetest en ligt er nog steeds. De randen van de bak zijn weggewerkt door aan 3 zijden het gras door te laten lopen tot aan het water. Aan de 4e zijde zorgen de iets uitstekende tegels van het terras ervoor dat de vijverrand niet zichtbaar is. De beplanting van vijvertje met riet bestaat uit slechts enkele soorten. Door maar een paar waterplanten in de vijver toe te laten, blijft er voldoende wateroppervlak over voor een spiegelend effect. Gezien vanuit de verdiepte tuin zorgt een fijnbladig wilgje naast de vijver voor diepte in de zichtlijn. De groene wand van het reuzenriet stuurt de blik in de richting van de gemengde border. Vanaf het bankje op het terras kijkt men naar de vakkentuin. Qua vormgeving is er weinig veranderd in deze tuin. Zelfs de oorspronkelijke vijverbak is nooit vervangen en functioneert nog steeds goed. In de loop der jaren is de beplanting enigszins gewijzigd. Inmiddels is vijvertje met riet, evenals de stadstuin, de verdiepte tuin en de confectieborders, onlangs genomineerd als Rijksmonument uit de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog.